jongens, welkom bij Assassin's Creed Unity. We gaan eindelijk weer als een Assassin spelen volgen. Nou, afgelopen weken hebben we als Shay door het leven gegaan. Zijn we als Shay, als een tempelier door het leven gegaan. En nu gaan we eindelijk weer als een echte assassin. Assassino gaan we door het leven. En ik heb gewoon moeten zien om meteen te beginnen. Laten we ook gewoon meteen beginnen, want I don't give a fuck about it. Deze bullshit, ik wil gewoon verder. Ik wil gewoon zien wat we gaan doen. We krijgen natuurlijk weer een leuk filmpje. Hoort er natuurlijk ook helemaal bij. Dus dat gaan we natuurlijk eerst even kijken. Ik zal mijn mondje afhouden. Lives inside us. Encoded in the double helix are the experiences of our ancestors. After three decades of research, our engineers have forged the cutting edge of biotechnological interfaces. We have unlocked the lives of our forebears. We have opened a window into the past. This is Total Immersion Entertainment. With the press of a button, you will experience the most pivotal moments in history. All from the comfort of home. Welcome to Helix. Where the past is your playground. Oké, dat begon vet. Wat is dit nou weer dan? Ik heb helemaal geen idee wat dit is, maar we gaan deze keer. Last of the heroic Knights Templar, Jacques de Molay was a man of principle, a towering intellect, betrayed by those he trusted. In this episode of Fallen Heroes, experience Jacques de Molay's final tragic hours through the eyes of one of his closest friends and advisors. Oké, ik ben benieuwd. Ik heb geen idee. Ik zag iets met Borgia's en zo, maar nu gaan wij dus dit doen. Ik denk van, wow, wat vet zeg. We gaan het zien. We gaan het gewoon zien, mensen. Zeg maar rotzooi zijn wat we gaan zien, maar we gaan het gewoon zien. Want ik weet zeker dat we iets gaan zien en ik weet niet wat, maar dat is wel spannend. Want ik wil weten wat ik ga zien zo meteen. En nu gaan we het zo meteen zien. Opslaan. Ja, dat is ook belangrijk. There, a friend of the temple. Floirac, the council's message was absolute. You're not welcome here. I must speak with the Grand Master. He's in session. They all are. Another day, perhaps. King Philip disagrees. Damn you, man. Why you're not rotting in a cell at this moment, I cannot fathom. We are betrayed. Draw your swords, men. Defend the temple. Not you, brother. I have a different task for you. Come with me. Okay. Nu zijn we. King Philip is moving faster than we expected. Another hand is at work here. The Pope. The assassins. Assassins? I thought the Mongol Khans broke their power decades ago. The assassins are far older than Masaya. Anarchic delusions are virulent as the plague, less easily eradicated. Oh, let's build a new temple here. Oh, what fat. We will not prevail this night, but if you make haste, we may yet save our order. What must I do? Go to the tower. Take the sword and the book. Hide them. They must not fall into the assassin's hands. Grandmaster, go! I will. We moeten doorrennen, hè? Belangrijk, want we moeten heel snel naar heen. Hold! Dad! I have to take a different way.
Ja, dan gaan we deze weg. Dat is wel toevallig, maar dat scheelt wel, want dan waren we de lul geweest natuurlijk. En nu zijn we natuurlijk niet de lul, want we kunnen gewoon weer naar het raampje. Zijn het wel echt de sukkel, deze lui? Ik bedoel, wat de fuck denk je nou wel niet? Dat je. Wij kunnen gewoon zo. Waarom kunnen wij niet naar binnen lopen? Goed zo, nou loop je pas naar binnen toe. What the fucking loser. Of hoefden we niet naar binnen toe? Ik dacht dat we hier naar binnen gingen. Oh, toch niet. We moeten hier nog niet naar binnen. En dan gaan we er hier weer uit. We gaan er hier weer uit, want we moeten hier weer naar boven toe, denk ik. Ik heb werkelijk maar geen idee waar ik naartoe moet. Het wil altijd een echt een idiote klim. Jezus. Deze kerel klimt toch wel echt next level gewoon. Wow, heet er allemaal rood hier. Nou moeten we naar beneden, ja, oké. Okay. Ja, ik heb zelf helemaal geen idee waar ik heen moet lopen, dat is best wel vervelend. Oh nee, daar ga ik niet meer over, die moeten we tegenhouden. Weet ik bijna wel zeker. Dood de sluipmoordenaar, natuurlijk. Dat had ik verwacht. Ik voelde het aan mijn water. Oh, hij steekt er gewoon in de hand, joh. Wat een lul. Wat een lul, hè? Niet best. Daar moeten we alleen nog tegen zien te houden, dat is wel handig. Maar ik zit hier met klootzakken, dus dat gaat hem waarschijnlijk niet meer worden. Dan moeten we heel snel kunnen rennen. Maar dat gaat niet zo goed, dus we moeten. Ja, die moeten we echt heel snel. We gaan boven nog langs. We gaan boven langs. Ik dacht, we gaan lekker zo, maar dat werkt niet. Ha! Ik heb hem E om de avond af te weren, oké. Okay. Nou gaat hij eraan, hij zal de. Oh, hij zal de. Oh, hij gaat weg. Hij gaat weg. Ik ben helemaal verblind, zeg. Wat een lul. Wat een klootzak is dit, hè. Of een zakkloot, of een lul. Ik weet niet. Ik weet niet wat ik van hem moet vinden. Ik vind hem vervelend. Dat is één ding wat zeker is, want hij is hartstikke sterk van. Dood de sluipmoordenaar. Ja, dat stond er net ook. Gewoon meppen met die handen, hè? Gewoon meppen, keihard meppen en dan gaat hij vanzelf dood. Oké. Nou, attack weapon is dit volgens mij. Whoa. Oh, oké, dat was hij. Dat was een lightning sword. Het is gewoon een lightning sword, dit, hè? Oké, dat was vet. Dit was best wel een heel erg vet begin. Gewoon uber vet. Nu gaan we zien wat we moeten doen. Ik ben heel benieuwd. Hartstikke benieuwd. Mij is een filmpje weer, hè. Ik ga even mijn mond terug houden. Clement, hear me? Before this year is out, you will answer for your crimes before God Almighty! And you, King Philip, no punishment is too heinous for the great evil you have inflicted upon the temple! I curse you! Curse you to the 13th generation of your blood! You shall be cursed! Consumed in flames of hunger and wrath,
Thus came the age of true wisdom to a blistering close. The Knights Templar, once the proud shepherds of order, peace, and illumination, were no more. Yeah, let's get a sniffer running. If Abstergo pings us, pull me out. Okay. I have a visual. Hey there. This is probably disorienting, so I'll be brief. I'm Bishop, not my real name, obviously, but that's as much as you'll get today. Please listen carefully. Abstergo is using you, hijacking your neurons to help them sift through genetic memory data. These guys have their fingers in countless corporations, governments, media outlets, and NGOs. But now, they want control over history itself. If that doesn't frighten you, it should. But we're here to stop them, and I need your help. Deacon, preload gene sequence AD16B13I87. Yep, spooling it up. Last week, we gained access to a bank of unsequenced memories in Abstergo's Helix servers. For now, we'd like you to experience a small sample. This should help you understand our struggle. And after that, you can decide for yourself what comes next. We'll be waiting. Okay, dat was best vaag. Ja, dat vond ik best vaag. Voor mij was dat Sean en... kom op, hoe heet zij ook alweer? Naar de andere mokkel. Ik weet even niet hoe ze heet. Ik kan even niet op haar naam komen. Oh, shit. Oh, ik kan er echt niet op komen. Dat is slecht. Rebecca was er volgens mij. Arno. Father. Courage, my boy. You wait just here. I will return when this hand reaches the top. That's forever. Not as long as all that. And when I get back, we'll see the fireworks. And Arno, no exploring, hmm? Yes, Father. Zo, dat kan lang wachten inderdaad. Alleen maar op die stoel mag zitten, zeg. Tjonge, jonge. Oké, we moeten haar volgen. Oh, we gaan met een dame spelen. Wat leuk, zeg. Dat klonk best wel verkeerd. Maar zo bedoelde ik het niet. Ik bedoelde gewoon dat met deze mevrouw. Hupsie. Ah, daarvoor zijn kinderen. Dat moet kunnen, want we zijn kinderen. Volg het meisje. Wij volgen het meisje helemaal tot hier. In de tuin. We gaan naar de tuin toe. Wat leuk, zeg. In de tuin spelen. We gaan in de tuin spelen met het meisje. Bet you can't steal one. Thief! Put that back! Ik veel verwachters om ze te laten denken dat je weg bent. Ja, dat snap ik. Dat klinkt best logisch inderdaad. Nou moeten wij deze kant op. Dan ga je heel rustig hier blijven staan. Dan smeren we hem deze kant op. Oh, zag je ons nou net of niet? Waar zag je ons net? Dat zou wel jammer zijn. Dan shaden wij hem heel gauw deze kant op. Ah, nu kan iemand niet meer vinden. Als ik ons nu nog kan vinden, dan vind ik het een knappe wachten. Ha, hebben we het goed gedaan. Praat met het meisje. Waar is het meisje heen dan? Oh, daar is het meisje heen. Haha, hij heeft mij wel gezien natuurlijk, maar hij weet niet dat ik de appel gestolen heb. Dat is wel weer positief. Hurry, we're here. Hey joh, loop niet steeds weg.
see their faces when we stole those apples. I'm Arno. Elise. I'm here with my father. So am I. He has important business with the king. What should we do now? Shh. Listen. Don't worry. They'll never think to look for us in here. It was my fault. I'm the one who took the apple. Let's see where they're going. Okay, volg het meisje alweer. Zoek uit wat er aan de hand is. Dat is inderdaad ook wel handig om te weten. Redelijk handig om te weten dan. Nou, lijkt me sowieso wel handig om te weten. Oeh, er is wel wat gebeurd hier. Dat gaan we zien. Monsieur, if we judge nations by the character of their criminals... Elise. We should all be called barbarians. Come here, girl. Now. Father? Godverdorie zeg. Ja, en we weten ook nog wie de dader is. We weten wie de dader is, jongens. We weten gewoon wie de dader is. Die klooi, gaan we afmaken nu. Oh, jongen. Wat een klootzak. Come away, boy. Ja, wel lullig trouwens, hoor. Wat moet die jongen nou hier, hoor? Oh, nu is het een wees. Arno. Look at me. Jongen, wat een heftig begin meteen weer. Hè? Dit is toch eigenlijk niet normaal? Ja, niet normaal, nee, maar we beginnen meteen lekker heftig. Jongen, 13 jaar later. We denken gewoon. Jongen. That went fairly in cards, so you stooped the thief and you bastard. Calm down, Victor. I've only come for my watch. It's my watch. I want it fairly. Well, in a just world, Victor, I would agree with you, but this is not a just world. This is France. You're a dead man. Oh, step lightly there, you'll hurt yourself. Jezus, wat een agressieve kerel. Ha, jammer jongen. Godverdorie. I just had a nice chat with your brother. Hugo, fetch the marshals. Hold on a minute. Diable. I've got it, Victor. Oké, we kunnen ook sneller rennen, want nu gaan we echt veel te langzaam. Pardon, madam. We gaan veel te langzaam, joh. Gentlemen, please, we can come to an understanding. Daar komt hij al aan. Ja, we komen wel wat dichterbij. Please, excuse him, he's not happy. Je niet onderuit. Oh, nou ben ik even de weg bij. Maar daar is hij. Ik zie hem al. We gaan hem gewoon pakken. Maar ik weet niet hoe ik hem... Aha, zo dus. Aha, dat hebben we al. You kidded blacksmith like you probably can't even read a watch. Come over here and say that! No. Nee, dus inderdaad een beetje niet de tijd voor. Keeping up, shall I call a break? Moet hij heel gauw wegwezen en moet er niet onderuit gehaald worden, want dan krijgen we niet meer die 100%. Het is zeker nog lastig weer dit. We moeten wat deze kant op. Ik denk dat we wat deze kant op gaan. Ik denk ook dat we hier wat meer gaan, deze kant wat meer op. Ik denk dat we wel aardig aan het ontsnappen zijn, maar ik weet niet helemaal of het klopt. Maar... Ik denk wel dat we redelijk aan het ontsnappen zijn. Hier moeten we wat naar beneden. Oh, we zijn al. Laat je niet onderaan. Anders was ik in dat ding gegaan hoor. Ik was echt verpland om in dat ding te gaan, maar dat duurde wat heel veel te lang. Oh joh, we zijn er alweer. Hij zit alweer achter ons aan. Wat een klooio zeg. Wat een lul.
Die klootzak wil ons gewoon hebben. Hij wil ons gewoon van voren en van achteren pakken. Hij denkt van, nu raak je kraai ook. Ik snap hem wel. Ik snap hem wel als iemand jouw horloge had. Of eigenlijk is het mijn horloge. Eigenlijk is het gewoon mijn horloge die hij heel graag wil hebben. Volgens mij. Ik zit hier gewoon vast. Wat is dit weer voor klootzakkerij, zeg? Wat een klootzakkerij. We moeten hier maar omhoog dan. Daar gaan we heel hard omhoog. Natuurlijk niet dat ding kwijt zijn. Tenminste, ik wil niet dat we nu nog een keer onderuit gaan. Dat is een beetje lullig, zijn ze. Nou, nog 60 meter. Maar helemaal naar beneden klooien over. Helemaal naar beneden klootzakken. Omlaag proberen. Dan moet we met E. Oké. Okay. Oh, dat hebben we snel gedaan. Dat hebben we heel snel gedaan zo. We moeten wel even wennen aan de... aan de, aan de controle. God's name have you been? Got you now, you little shit. Just a little misunderstanding, nothing to... Your master's harboring a common criminal. In broad daylight, he broke into my home and stole my watch. Did he indeed? Well, I'm sure the Marshalsea would be more than willing to sort this out. Sort what out, Olivier? A most serious accusation against your ward, sir. He robbed me. Of what, precisely? Wait for me in my library. Hmm. Oh, nou dat ging wel lekker. Don't give me that look. Victor cheats when he plays Pharaoh. Everyone knows it. Arno? Who are you talking to? No one, monsieur. You'll be happy to learn I persuaded Olivier to leave off calling the Marshalsea. Again. Je vous remercie, monsieur. What is this? The sixth time? The seventh? Perhaps a new hobby might be better for your health. Well, I find playing cards affords many opportunities for fresh air and exercise. We'll talk about this later. I have business in town and must collect Elise before I can attend to it. Elise is here? Only for the night. She returns to Paris first thing tomorrow. She'll need an escort, won't she, with you so preoccupied? One of you running amok is quite enough. Remain here and see if Olivier has any chores for you. Sure he does. What was that? Give my regards to Elise. Goh, wat hebben we dit weer goed gedaan, zeg. Doorgaan. Ja, we gaan door. Wat zijn wij toppers? Wij zijn toppers. Ja, we dat papa. En wat moeten we nu doen dan? Wat een leuk huis is dit eigenlijk. Ik vind wel een leuk huis. We hoeven hier niet heen. Voor mij moeten we hier ergens zijn. Oh, we moeten hier beneden zijn, denk ik. Ik weet niet echt precies waar we moeten zijn. Maar ik denk dat we hier naar beneden moeten. Dan gaan we hier maar naar beneden. Want we moeten voor mij naar beneden toe. Weet ik alleen niet helemaal zeker, maar ik denk het wel. Wat wonen hier dan ook veel mensen, zeg? Of werken die hier allemaal? Ik weet niet eens wat het is voor huis, maar... Zal er iets te doen zijn met... het leven? Thrown out onto the street yet? Oh, you would love that, wouldn't you? It would break my heart. Olivier, if I weren't here, who'd do all your work for you? The horses need brushing, boy. Get to it. Certainement, monsieur. Ja, baas. Oh, daar zijn we al mee bezig. Ik denk dat we een hele over hebben, maar dat hoeft helemaal niet. Sire, Sire de la Serre, wait! Nom de Dieu. Nom de Dieu, nom de Dieu. Some trouble, mon ami. A letter for Sire de la Serre. It's very important. Oh, calm yourself, Perrault. That letter won't reach Monsieur de la Serre any faster if you drop dead of exhaustion. Give it here. I'll catch him. He must receive it today. It's very... Very important. Yes, I heard you the first time. I'll see that he gets it. Nou, dan gaan we rennen. Jezus, dat ding gaat... Monsieur de la Serre! Stop! Bad luck, lad. You'll have to go make around. Make way, make way! Or over. What was that? Nou, wij kunnen echt niet omlopen hoor. Denk je dat ik helemaal van het lotje getikt ben? Denk er zeker. Nou, dat hebben we niet. Damn it, slow down! Ja, dat ding gaat veel sneller dan wij kunnen klimmen natuurlijk. Dat is niet eens eerlijk. Het is gewoon niet eens eerlijk, ja. Leven is niet eerlijk, maar dit is wel heel erg extreem. Dat ding gaat fucking snel, hè. Dat ding doet net alsof je peper in zijn reet hebt. Oh, nu vallen we mee. Is a popular finish this season. Who is driving this coach, Pelops?
Nou, deze kerel wel lekker snel. Hou ik ervan. Houden we zeker van. Oh, dit gaat wel vlot hoor. Deze kerel klimt heel vlot. Dat valt me wel op. Hij klimt gewoon alsof hij een peper is. Hij gaat hartstikke snel. Dat is natuurlijk ook wel mooi. Want het voelt er meteen ook weer wat soepeler aan. Hebben we nou echt de verkeerde ding? Excuse, wrong carriage. Nou, echt gewoon de verkeerde gevolg. Wat een loser. Wat een loser. Wat zijn wij losers. Ik vind het wel grappig, maar het voelt wel een beetje sukkelig aan. Nou, dan moeten we daar zeker helemaal naar boven toe klauteren. Ja, dan klimmen we er helemaal naar boven toe. Maakt mij niet zoveel uit. Ik bedoel, we moeten toch klimmen, dus dan gaan we ook maar goed klimmen ook meteen. Maar dit is wel heel lullig hoor. We zitten de hele dag dat ding aan. We zijn wel heel eventjes uit het oog verloren inderdaad. Ik denk dat hij daar gewoon de verkeerde heeft weten terug te pakken ofzo. Maar wel een beetje een lullige situatie natuurlijk. Hè. Heel erg lullig, want had niet gehoeven. Nee, had weer niet gehoeven natuurlijk. Maar ja, dat heb je soms hè. Shit happens gewoon af en toe. Dat hoort er ook. Hoort gewoon bij het leven denk ik. Ik denk dat het gewoon echt bij het leven hoort. Wat doe je nou joh? Je moet naar boven toe. We moeten naar boven toe. Niet naar beneden. Hallo. Naar boven. Naar boven toe. Joepie. Klim, klim, klim je rot. Klim, je klim je rot. Wat verdorie zeg. Tjonge joh. Zijn we bijna helemaal boven zeg. Bijna zijn we helemaal boven. Synchroniseren. Daar wouden we net gaan doen inderdaad. Daarvoor zijn we hier naar boven geklommen. Maar dat valt me mee. Dat valt me nog mee hoe groot het is hier. Tenminste, zo lijkt het in één keer best wel als gewoon een gezellige kleine stad. Weet niet, het is een rekening joekel van de stad natuurlijk, maar... Zo op het eerste oog lijkt het op zich wel te doen. Lijkt wel wat te doen. Oh, daar is hij zeker. De Staten-Generaal. De Staten-Generaal, 5 mei 17, huppelapup. There you are. Daar moeten we dus nu heen, hè? Daar moeten we binnen zien te komen. Lijkt me alleen niet de plek waar we zomaar binnenkomen, maar dat maakt niet uit. Dus we zullen het moeten proberen. Ik denk dat we het wel moeten proberen, inderdaad, maar ik weet niet of het gaat lukken. Ben ik op ver om omgeving te vinden, oké. Get back, damn you! Oh, die kant mogen we sowieso niet op. Dat voel ik nu al aan, dus dan gaan we die kant maar niet op. Oh, hier komen we ook niet erin. Dat hoef ik niet eens te proberen. Ik denk dat we er hier op moeten. Ja, dat lijkt me het verstand. Ah! Ja, wat is er nou, jongen? Dat we zo moeten proberen te klimmen. Dat is spannend hoor. Probeer eens dit ding even te pakken natuurlijk, wat mooi. Interactie. We hebben een schatkistje openen. Hè. Zit ook deze keer dingen in, dat is wel leuk. 100 florins. 1 van de 20 kisten verzamelen. Nou, dat is natuurlijk nog helemaal niks. Maar dat komt vanzelf wel. Dat komt vanzelf natuurlijk wel een keer. We komen er vanzelf ook wel. Klauteren we hier rustig naar boven toe. Zo, wat hebben we dit weer mooi gedaan, zeg. Dan moeten we alleen geen wachten tegenkomen. Dan zijn we natuurlijk meteen de lul. En dan hebben we de lul, ja. Kan ik hem je wel vertellen. Mogen we hier zijn of niet? Tuurlijk, we mogen hier echt niet zijn. Dan worden de mensen super boos. Hier is nog zo'n schatkistje. Kun je ook al gebruiken. Ja, we hebben toch even wat money nodig. Ik bedoel, we zijn net begonnen. Dan heb je natuurlijk aan het begin ben je arme sloeber. Dat is ook logisch. Ik bedoel, hartstikke logisch. Meer dan normaal ook. 200 florins hebben wij. Nou, dat is een mooi begin, dacht ik zo. Open. Ja, dat is ook wel handig inderdaad. Oh, daar moeten we naar binnen. Zoek de la serre. Oké, dan moeten we die kerel dus zoeken, of niet? Ik denk dat we die kerel nu moeten zoeken. Oh,
Alleen echt werkelijk waar geen idee waar ik heen moet zoeken. Werkelijk waar echt geen idee. Is een belangrijke kerel of valt er wel mee? Want als hij belangrijk is, dan staat hij natuurlijk echt vooraan, hè? Dat is vrij logisch. Ik denk dat hij echt vooraan moet staan. Finally. La dette de l'État. Not these two again. Must have tailed me from the estate. C'est encore accru sous mon règne. Ah, die twee zijn er ook weer. Maar ging die wel deze kant op, dus wij gaan ook deze kant wat op. Die andere twee zitten ons nog steeds achterna, dus dat is een beetje spannend. Je hebt ook een moment worden aangevallen, lijkt me. Tenminste, ik weet niet zeker, maar het lijkt me wel. Als die twee pipo's achter me zitten. So, who or what will take its place? Another king? A council of capable men? That is the question, isn't it? A truce, then. What the devil was that about? Now, we can resolve this without recourse to violence, can't we? Get him, Yuko! I suppose not. Daar lijkt hij niet op, hè? Ja, een wapensmid, dan moeten we wel even oefenen, denk ik, hoor. Wel belangrijk om goed af te weren, inderdaad, vind ik wel. Easy, big fella. Dit is wel vet. Dit is wel vet, de combat, hoor. Dit is wel vet, dan is het. Tot nu toe is wel vet in ieder geval. Denk je dat je van mij kan gestelen? Nou denk je dat jij van mij kan gestelen? Dat is de vraag nou toch, of niet? Not your day, is it, Victor? To your health, gentlemen. You, boy! So, what are you doing there? Running! Jezus, wat dom. Wacht eens, blauw. Zijn we van de politie. Als je aanval of dood in het gezicht wel vallen ze aan. Oh, en nu rennen wij weg. En dan willen we ons pakken. Dat klinkt ook best logisch. Je moet uit het gebied op. Nou, je meent het, joh. Dat leek me nou niet verstandig om uit het gebied. Nee, wat meen je dat? Ik was juist van plan om hier te blijven. Dat leek me juist hier wel heel erg gezellig. Dat leek me hier gewoon wel hartstikke gezellig. Dat leek me hier gewoon hartstikke gezellig. Laat me hier dan lekker blijven. Hoor. Maar dat weer niet van jullie. Waren we niet van jullie, hè? Hartstikke, er zijn mensen hier, hoor. Wel snel weg wezen, want anders hebben ze ook weer de lul ook nog. Ze was ook weer een haasje, dat is ook niet de bedoeling. Niet de bedoeling. Ik vind het niet leuk, haasje zijn. No getting back in there now. Catch them back at home, I suppose. Ja, dat denk ik ook, ja. Nou, zullen we hier dan nog even in, want hier moeten we natuurlijk ook in. Want we moeten hier ergens ook een schatkistje kunnen openen. Parcours, ja, dat had ik door. Dat had ik ook door. Zelfs dat hadden we al door. Wat zijn we goede leerlingen, zeg. Wat zijn we goede leerlingen voor dit spel. Ha! Look at the balls on this corpse. Hey! Don't try to get away! I'll wring your bloody neck to keep you in line. Don't get no trouble from a corpse. Nou, ja, dan gaan we hier wel weer weg, hoor. We gaan weg hier. Tuurlijk, joh, chef. We gaan hier al weg. Ik vind het niet zo leuk met jullie. Ik denk jullie zijn leuke mensen om mee om te gaan. Maar nee, hoor. Ook weer van die chagrijn. Klooi ook. Wat weet je nou? Ik denk dat we dood moeten gaan, want dit kan natuurlijk nooit. Ah, we zijn dood. Spelen, genezen, grote zin. Daar zat ik op te wachten. Ja, maar opzettelijk doodgaan. Waarom zijn we opzettelijk dood willen gaan? Nou, dat is heel leuk. Wij wouden opzettelijk doodgaan omdat we dat ding wouden pakken. Of tenminste, we wouden leven. En we zaten daar gewoon in één keer helemaal vast. Ik weet niet wat er gebeurde, maar we zaten wel helemaal vast. Hier, dat ding wil ik ook pakken. Want ik weet niet wat het is. En als je weer niet weet wat iets is, moet je het proberen te... Nee, wat doe je nou weer, joh, lul? Klootzak, nee, mensen, om met een likke lul, jij, hoor. Begin nu al. Moet je nagaan. Wat het is, maar het klinkt wel vet.
Oh, dit is het paleis weer waar we net niet mochten komen. Nu mogen we er gewoon komen natuurlijk, want nu zijn wij ook van adel of zo. Ik weet niet wat er is gebeurd, maar we zijn belangrijker geworden of zo. Ik weet het echt niet. Dat klinkt eigenlijk best wel stom, hè? We kunnen er gewoon in één keer bij, dus dan moet je dat ook doen natuurlijk, vind ik wel. Dat vind ik echt belangrijk gewoon. Zoals hier bijvoorbeeld, wat gaan we nu doen? Gaan we die kist pakken of deze kist? Een blauwe kist, hebben we nog niet gezien. Nog nooit eerder een blauwe kist gezien, dus nu wil ik hem ook pakken ook. Wat houdt dit in? Wat houdt dit in? Oh, die mochten we ook niet pakken. Ja, dat wist ik toen niet. Ik wou zelf aan het denken en menig. Ja joh, nee, maar dat wist ik gewoon niet. Ik wist gewoon niet dat we niet mochten pakken. Dat slaat er ook drie keer helemaal nergens op, of wel? Het slaat er ook drie keer helemaal nergens op, of wel? Joh, ik klim wel door, want ik heb geen zin om nog een keer doodgeschoten te worden. Daar zijn jullie wel goed in, hè? Dood mensen doodknallen. Waarschijnlijk ook de enige waar jullie goed in zijn. Maar maakt mij niet zo heel veel uit, hoor. Maar ik vind het wel een beetje lullig. Ik vind het gewoon wel een beetje lullig, inderdaad. Ook jammer. Ik vind het ook jammer, inderdaad. Ik vind het jammer dat ze moet. Zeker weten, is het ook jammer. Slaan er ook eigenlijk drie keer helemaal nergens op, hè? Oh, dit sloeg ook helemaal nergens op. Ik weet niet wat we allemaal aan de rotzokken zijn, maar... Ik vind het allemaal wel vervelend, eigenlijk. Ja, het is alleen maar vervelend. Die wil ik ook pakken. Ja, die wil ik ook zeker weten pakken. Ik heb een schatkistje, hè? Dan moet je wel proberen te pakken. Tenminste, ik ben echt fan van schatkisten pakken, dat weten jullie ondertussen. Vooral nu, hè, waar we zijn net begonnen, dan heb je altijd een beetje onderzoekswerk nodig en zo. En je hebt altijd een beetje centjes nodig, hè? Altijd hebben we centjes nodig. Ik weet niet, tot nu toe elke keer centjes nodig, ja. Je moet straks ook een keer wapens kopen en nou, dat soort fratsen, daar hebben we ook centjes nodig. Oh, zonder centjes kun je geen wapens kopen natuurlijk. We moeten centjes hebben, alles hebben we nodig. Gaan we nou die kant op? Zeg daar nog één kist. Die wil ik nog even pakken. En na die kist gaan we naar de missie toe. Dan hebben we ook verder met de missies. Maar is het nog een beetje een soort van de intro. Dus ja, daar wil ik nog wel even verder mee. Vind ik wel leuk. De intro's zijn sowieso wel leuk. Maar ik vraag me trouwens ook af wat dat is. Inderdaad, zo'n ding. Dat lijkt net of je dat kan kopen ofzo. Maar ik weet niet of dat het werkelijk kan. We kunnen ook wel even hier opdrukken, ja. Wat is dit? Een winkel. Oh, dat is gewoon een winkel. Oh, zeg dat dan meteen, joh, dat het een winkel is. Oh, dat klootzakken, zeg. Ik had bijna gewoon dat ding gekocht. Ik denk van, ik koop een winkel, joh. Maar dat kan niet, want het is gewoon een winkel. Jammer, hoor. Ik denk van, dat is wel vet. Koop je meteen een winkel. Huppakee, even centjes verdienen. Een beetje cash in de pocket. Maar nee, hoor. Ken we niet. Ken we niet. Jammer, hoor. Dan kunnen we hier ook langs. We kunnen hier ook gewoon even langs. Dat is wel handig. Maar we kunnen hier naar boven toe. En dan kunnen we daar ook weer doorheen. En dat zou toch werkelijk wel weer geweldig zijn. Soms klimt deze kerel nu al een beetje raar. Maakt niet zo heel veel uit. Maar hij klimt wel een beetje frappant. Gaan we dit nog even doen? Ja, hier hebben we nog even tijd voor. Gaan we dan de aflevering denk ik afsluiten? Weet ik niet zeker. Bonsoir, Olivier. Has Monsieur de la Serre returned? Seigneur de la Serre is not expected until late. Ah, well. I suppose I'll just pass the time with Elise, then. Don't get your hopes up just yet. Mademoiselle is at a private soiree in her honor. At the palace. A party? I wasn't invited. Neither were the horses. I'm sure she just misplaced my invitation. I'll find my own way in. How late is late? Perhaps an hour, perhaps three, perhaps not at all. I do not question the comings and goings of my betters. I'll just wait here then. Ja, afspraak is afspraak, hè. Een vervelende afspraak heb je weer gemaakt, jongen. Ik ga weer eens naar de vrouw toe. Achter de dames zijn, dat is toch wel weer jammer hoor. Jongen, jongen. Wat is nou een assassin hier zonder dat gevlei en zo? Dat kent toch eigenlijk bijna helemaal niet. Bijna wel zeker dat we weer weggaan. Dat weet ik bijna wel zeker, want dat doen we elke keer. I'd best not leave without dropping off this letter. Nee, dan moet je dat ook niet doen. Als jouw gevoel zegt dat je dat niet moet doen, dan moet je dat niet doen. Just slip it under the door. He'd see it the instant he returned. Nou, heb jij goede ideeën, zeg? Heb jij goede ideeën?
There. Safe and sound, and only slightly delayed. And now, to the palace. I couldn't sneak through a sewer in these threads, much less a ball. Hear, hear, mon ami. Let me take care of that. Thank you, young man. Ja, van, nou, normaal gesproken help je me nooit. En nu denk ik wel, wat ben jij voor plan? Dat denkt hij. Maximilien Robespierre. No guest. Arno. Le chevalier du Telem. Invitation, s'il vous plaît. About that, I had one, of course, but on the web... No invitation, no admittance. Now clear the queue. Next, please. Well, we kloten natuurlijk, hè. Kunnen we niet binnenkomen dat we geen uitnodiging hebben. Two guests. Next, please. Ha, wat zijn wij weer goed bezig. Maar nou val je toch helemaal niet meer op, of wel? Ja, die fucking veel mensen, oké, nou word je nog opvallen. En nu nog op weten vallen, dan ben je gewoon echt aandacht aan het trekken, want anders komt er nooit die opvallen. En nu wel, als je gaat rennen wel, maar... Haha, we zijn betrapt! Opgehoepeld, ja, flikker maar op, jij klojo. Ik had niet moeten gaan rennen. Had ik niet moeten proberen? Nee, had ik gewoon niet moeten proberen. Dit is nou... Weet bij die klooien uit de buurt blijven natuurlijk. Hij gaat gelukkig de verkeerde kant op. Ha, loser. Maar dit is natuurlijk onmogelijk, hè, dat die kerel mij hier ooit vindt. Hij moet er omdraaien. Ja, hij is goed bezig. Let's just put in a short appearance to be polite. I'm tired. As you say. Hier gaan we heel gauw naar binnen klimmen. Goed zo. We zijn ook naar binnen gekomen. Dat is alweer een begin. Secundair begin. Dat is alweer eigenlijk alweer... What's this party for anyway? Not sure. Some kind of confirmation ceremony for the Delacere girl. Aha. Maar die kerel komt hier zeker heen, hoor niet? Mooi, daar hebben we lang geglipt. Dekking hier al. En die twee daar dan, die kunnen we nu toch zo zien, of niet? Maar dat ging ook niet meer net goed. Is het shift change yet? Deze heel moeilijk afmaken hoor, anders hebben we de lul gewoon straks. Anders waren we straks de lul geweest, dat weet ik zeker. We moeten hier naar buiten toe, denk ik. Ja, daar waren we niet langs gekomen. Jongen, jongen, wat is dit? You up there! Stop! Get down! Will you let me back in if I do? What? Certainly not! Well then, if it's all the same to you... I think I'll stay up here. You, come here. I'll see you in the garden later, yes? Nou moeten we onze dame nog zien te vinden, natuurlijk. Wel handig. Tenminste, wel de bedoeling natuurlijk. Quite the turnout this evening. I can't remember the last time we were all together like this. Must have been that business with, And I would thank you not to speak of that. Madame. Hey, ik heb geen idee wat we nu moeten doen. Hallo lieve mensen. Jullie zijn allemaal oranje. Meestal betekende dat we er langs moesten. Of tenminste, dat jullie de personen waren die we zoeken.
Maar dat is vandaag blijkbaar niet het geval. Zeer jammer, zoek Elise. Dat is Elise niet. Daar zit ze ook niet. Ik snap er weg nog weer een rammelende baan van. Ik kan er ook niet zo in één keer in komen, dat is nog frappanter. Want er staat hier nog een heel zoekgebied, maar daar kennen we niet in. Flauw eigenlijk, hè? Stelletje klootzakken dan. We moeten zeker via de raam weer, of niet? Oh, daar is nog een deur. Ha, ik heb de andere deur gevonden. Joepie! I found the other doorway. That's the way we need to go. M'accorderiez-vous cette danse pour gentilhomme? Merci. Un autre jour. Dat doet wel pijn hoor, dat doet pijn voor hoor. Dan moeten we gewoon achter die dame aanlopen natuurlijk, achter Elise, volk Elise. Wat is dat? Gewoon een beetje sneaky achteraan lopen, maar je weet natuurlijk nooit op het moment alweer zo'n klote wacht te komen. Elk moment kunnen we weer zo'n wacht komen, die smijt ons er natuurlijk weer uit dan. Ja, dat kennen allemaal hè, niet? Maar daar is ze. We gaan lekker achter de raam lopen. Tuurlijk doen we dat. She always did love the chase. Ja, dat herinner ik me nog. Dat was de vrouw, de meisje die waar we ook de appel mee hadden zo net, hè? Ik denk het wel. Volg. Oh, nu mogen we ook snel. Oelala. You seem to have caused quite a commotion. What can I say? You were always a bad influence. Oh, you were a worse one. Are you wearing one of my father's suits? Are you wearing a dress? Don't even start. I feel like a mummy wrapped up in this thing. Must be quite an occasion to get you so fancy. It's not like that. Truth be told, it's a lot of ceremony and pontification. Dull as dirt. Well, when you don't invite me to your parties, everyone suffers. I did try, but my father was adamant. Your father? Go. I'll distract them. What? You're kicking me out? It's complicated. I'll explain later, but for now, out the window. Oh, no. You're not turning this into a repeat of that apple orchard. Stop being such a baby. I'm sure there aren't any guard dogs this time. Go! Oh, my! Now, where's that room? Oh, ik denk hier ken ik eruit, joh. Maar nee. Haha, ik kon er daar niet eens uit. Wat een kloot, zo is dat nou weer. Dan moet ik hieruit, denk ik. Ik weet niet eens, waar de fuck moet ik eruit dan? Hier. Ik weet niet eens waar de fuck ik weg moet, hoor. Ik dacht, ik moet hier weg. Nou, ik ga weg. Maar dat kon helemaal niet. Wat is nou weer voor kloot, zo? Ik heb wel een weg gevonden. Maar ik ben doodgeslopen, dus ik kom niet zo heel ver meer. Maar ik had de weg gevonden, dus ik denk, jee, ik kan eruit, maar... Oké, vermijd conflicten. Ja, dat was ik van plan. Maar dat valt nog niet mee. Oh, ik kan ook gewoon geruis nog zo. What stupidity is this? Nou, deze keer maak ik gewoon af. Ja, we mogen geen conflicten hebben, weet je wel. Kijk, normaal gesproken was ik... Oh, we moeten hem ook even beroven, denk ik. Ik weet niet wat hij bij zich heeft, maar even kijken of hij veel bij zich heeft. Zee en 2 florens, 3 florens. Plus munitie, is allemaal wel leuk natuurlijk om te krijgen.
ik vind dingen krijgen, daar moet je altijd blij mee wezen, weet je. Als je er niet, daar niet blij mee bent, dan weet ik niet waar je wel blij mee zou moeten zijn. Dit is wel een lastige een trouwens hoor. Want als we hem vermoorden, dan is er best wel een grote kans dat die andere twee piepers ons zien. Of die moeten niet te veel bewegen natuurlijk. Zou ook zomaar kunnen. Als die niet te veel bewegen, dan zijn we niet echt de lul. En anders zijn we natuurlijk de lul. Ach, die natuurlijk net weer bewegen wanneer wij aankomen wandelen. Oké, jij gaat er gewoon ook aan. Vermijd conflicten, maar vermoord iedereen wel. Dat is toch eigenlijk best slim. Ik bedoel, als we dat niet doen, dan zijn we straks natuurlijk gewoon een keer de lul. Moet ook maar niet. Gaan we hier staan? Ik weet niet waar deze twee heen gaan lopen. Of ze überhaupt gaan lopen. Maar voor die kerel die nu eigenlijk is recht voor ons, die naar dat rode tapijt zit te kijken, daar moeten we een beetje vooruit kijken. Die anderen kunnen ons zo niet zien. Maar ik weet niet wat ze gaan doen, hè. Als ze hier nog 10, 9, 8, 7. Ik denk dat ze niet zo heel veel gaan bewegen meer. Gaat hij nou net weg? Nee, ik denk het niet. Ik denk dat we gewoon ontsnapt zijn ook nog. You're right, monsieur. Too much of the king's champagne. Monsieur. Monsieur de la Serre. Monsieur de la Serre. Sibert, come away. Guards, help. Murder. Bon Dieu. He's killed Lord de la Serre. Zo duur zeg, een lullig. We hebben nog niks gedaan joh. Oh, lullig. Een lullige situatie hoor. Buitengewoon lullig zelfs. Tjonge, jonge, jonge, jonge. Een dik laadscherm weer natuurlijk. Jeus. Ik denk het duurt maar een paar seconden. Dat ik hem wel even stil houden. Want ik krijg misschien weer te lullen in een filmpje. Maar het duurde weer een lang laadscherm. Nu is hij afgelopen. Nu zal ik mijn mond weer houden. Oké, ik vind dat we eigenlijk alweer genoeg gedaan hebben, dus ik ga de aflevering afsluiten. Ik wil jullie allemaal bedanken voor het kijken. Ik hoop dat jullie hebben genoten van deze aflevering. Het was wel vet, ik vond het wel vet hoor. Maar ja, het moet er nog even inkomen denk ik. Het is natuurlijk nu nog een beetje intro en zo, dus wat dat betreft
gaat straks vanzelf wel een beetje wennen en dan wordt het leuker, denk ik. Ik vind het nu ook al wel leuk natuurlijk, maar ja, ik denk dat het gewoon even nog wat tijd nodig heeft voordat we echt in die Assassin's vibe zitten. Want nu zitten we nog niet echt in de Assassin's vibe, we zitten meer in de... Hebben ze gewoon een kutjog die, nou ja, kat de kwaad uithaalt als het ware. Maar dat komt wel, ik denk dat het wel komt. Volgende aflevering, we zijn nog steeds bezig. Maandag, vrijdag. Hele de door gaan we natuurlijk ook gewoon doen totdat we bij het laatste deel zijn, totdat we helemaal bij zijn. Dus ik wil jullie allemaal bedanken voor het kijken. Ik hoop dat jullie hebben genoten van deze aflevering. Eerste aflevering van deze, van Unity. Ik was even op de naam komen, ik zou bijna ook zeggen, maar het is het eerste aflevering van Unity. Bedankt voor het kijken, tot de volgende aflevering. En dan zeg ik, laters!